De kwestie rond de grondconversie was gisteren een heet hangijzer in de Nationale Assemblée. Meerdere leden hebben aangegeven het niet eens te zijn dat er een presidentiële staatsbesluit is uitgevaardigd om grondhuurpercelen om te zetten in eigendom. Vooral de NDP is van mening dat de regering het parlement probeert te omzeilen en de grondconversie wil doordrukken middels een staatsbesluit. Voorzitter, dit, sorry voorzitter, rayate moromlarat, sing larat moromlarat, sing suke morosuke. Ik zal het vertalen, voorzitter. De rijken worden rijker en jullie weten, we weten het geld mag geld. Maar de kleine man is hiermee niet gemoeid. Bovendien, voorzitter, wanneer in het staatsbesluit staat 25 SRD per vierkante meter, hoe rijmt dat met de realiteit waar domeingrond in een gebied waar alles al is ontwikkeld, in vergelijking met een gebied waar niet eens nutsvoorzieningen zijn? Wanneer wij als hoogste college van staat, voorzitter, een wet in behandeling hebben en die regering het in, ik zal niet zeggen hoofd, maar het opbrengt om ons te willen omzeilen en u als voortrekker samen met ons niets doet, is dit weer de zoveelste vorm van schofferen van de Nationale Assemblée. Maar niet alleen de Nationale Assemblée. VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin, die de initiatiefwet grondconversie samen met Dinota Forswijk, nu de minister van Grondbeleid en Bosbeheer, heeft ingediend, zegt dat de mensen die nu het hart schreeuwen tegenstanders waren van de wet. Gayadin gelooft dat het nog niet duidelijk is wat er met de wet grondconversie wordt beoogd. NDP-fractieleider Rabinder Parmisse reageerde niet happig hierop. Omdat dit het is wanneer mensen niet begrijpen waarvoor ze hier zitten. En wanneer hier gesteld is geworden en een initiatiefwet vanuit mijn hand is gekomen samen met de huidige minister van GBW, om juist ervoor te zorgen, zoals wat hier geopperd wordt, om dat te voorkomen eventueel, want daar werd gezegd en wordt gezegd dat alle mogelijkheden van stichtingen om te mogen omzetten, dat voorkomen zou moeten worden. Daarvoor zou die wet er zijn. Ik ben blij dat men tot het besef komt dat er een landhervormingswet is en die mogelijkheden er zijn. Maar we hebben juist dat willen corrigeren en willen voorkomen. De fractieleider aan de overkant van de VHP heeft ons geprobeerd een sneer te geven wat betreft de gronden, 2.500, de maatregel van de president. Zoals ik tijdens mijn betoog heb aangegeven, is dat niet, moet het niet mogelijk zijn. Conform artikel 2, lid 2 van de grondwet mag dat niet, voorzitter. De discussie in de zaal werd zo heftig dat VHP-parlementariër Jogi op een gegeven moment bij een spreekbeurt van Gayadin buiten de microfoon krachttermen gebruikte. Dit werd niet geaccepteerd door voorzitter Marinus B. Dus droeg hij het lid op de zaal te verlaten en schorste de vergadering voor enkele minuten. Na de schorsing bood Gayadin zijn verontschuldigingen namens de fractie aan de leden van DNA en de samenleving.